Dinsdagochtend stond er op de A50 de hoogte van Heerlen een vrachtwagen in brand. De weg was daardoor enige tijd in beide richtingen afgesloten. De brandweer kreeg rond 6:30 de melding dat er een vrachtwagen in brand stond. Toen men arriveerde stond de voorkant van het voertuig in brand. De chauffeur had de brand zelf opgemerkt en kon tijdig naar de vluchtstrook. Na enkele uren was de weg weer vrij.